Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag laten zien hoe je je fiets kan schoonmaken zonder dat je nou meteen een hele emmer water of een kraan of wat ook maar bij huis hebt. Dus bijvoorbeeld als je op een flat woont of in een andere omstandigheid. Ik heb ook een vraag, namelijk hoe maak jij je fiets schoon na een rit? Ik heb nog een andere vraag. Vind je deze video nou leuk en heeft hij je geholpen? Overweeg dan eens om lid te worden van ons kanaal en alles daarover vind je in de beschrijving van deze video. Ja, je fiets schoonmaken en dan zonder water. Waarom zou je dat doen? Nou, ik zei het al in de intro, hè. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld op een flatgebouw woont en dat je daar eigenlijk niet goed de gelegenheid hebt om je fiets echt te wassen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan winterperiodes, hè. Als het vriest. En je hebt je fiets gewassen, je hebt misschien geen verwarmde schuur. Je wil je fiets ook niet in de woonkamer zetten om te laten drogen. En toch moet die schoon worden. Ja, dan is het niet heel handig om met water aan de gang te gaan. Dat vriest overal vast. Dingen kunnen kapot vriezen, dingen kunnen vastvriezen. Dus dat is onverstandig. En daarom is er, althans daarom heeft onder andere Cyclon, heeft foam cleaner. En foam cleaner, dat is eigenlijk... Het schuim, er is geen water voor nodig en daarmee kan je je fiets ook schoonmaken. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het niet na een enorme modderige mountainbike rit moet zijn, maar gewoon even normale omstandigheden. En dat kan je dan met een doek doen, maar ik heb een mooie handschoen. Die is ook van Cyclon in dit geval, een mooie handschoen en daarmee ga ik aan de gang. Dus, ik ga de fiets even inspuiten op de vieze delen en dan gaan we hem lekker schoonmaken hier binnen. Dus ook hier binnen heb ik natuurlijk niet behoefte aan heel veel water. Nou, zoals je kunt zien bij de fiets hebben we best wel wat stof en zo op de spatborden en ook op de wielen overal. Dus de mooie rode rolofnaaf die is niet helemaal schoon. Dus ga gewoon eens met de spuitbus aan de gang. Sprayen we de fiets in met de foam. Wat overigens wel handig is van die foam, je kan daarmee ook je helm bijvoorbeeld reinigen en je schoenen. En het schijnt ook best wel goed te werken op je stuurlint. Dus dat is best handig, denk ik. En omdat het, er zit geen wax of vet in, dus je hoeft niet op te letten dat je bijvoorbeeld een beetje van dat spul op je schijfrem krijgt. Kan op zich geen kwaad. Oh, hier nog een beetje. Nou, je mag het even in laten werken, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je het zo lang laat inwerken dat het weer helemaal opgedroogd is. Want dan werkt het niet meer. Dus het lost het stof op. Dan gaan we hem lekker schoonmaken. Met die handschoen werkt het eigenlijk heel makkelijk. Ja, dan kun je mooi overal langsop. Het laat geen strepen achter. Dus je kunt eigenlijk gewoon op deze manier je fiets mooi schoonmaken. Ik moet zeggen dat ik zelf in de winkel doorgaans niet met deze handschoen werk, maar dat het wel werkt eigenlijk best makkelijk. Het is natuurlijk bij ons in de winkel niet zo handig, want we hebben hier geen wasmachine. En ik denk dat het na een paar keer gebruik toch wel prettig is dat je die handschoen even opnieuw schoon kan maken. Maar het werkt eigenlijk sneller dan met een doek. Zo, de naaf mooi schoonmaken. Een beetje onhandig in de tussendoor, maar uiteindelijk lukt het wel. Nou, heb jij natuurlijk een tuin en gewoon een kraan,
Dan kun je je fiets natuurlijk gewoon schoonmaken door hem lekker te wassen. Daarvoor zijn andere middeltjes in de markt, zoals Bike Cleaner en Bionet van Cyclon. En hoe je dat moet gebruiken, daar heb ik al eerder een keer een video van gemaakt. Dus heb jij een tuin, dan kan je gewoon even op zoek op mijn kanaal naar de andere video's die ik daarvoor ooit eens in het verleden heb gemaakt. Nou, ik moet zeggen dat die foam, ik gebruik het zelf niet zo vaak, want ja, ik heb wel een tuin. En hier in de winkel gaan we eigenlijk vaker even buiten de fiets wassen. Maar ik moet zeggen, het valt niet tegen. De fiets wordt er best mooi schoon van. Dus, en best snel ook. Dus al met al, ja, nogmaals, valt me niet tegen. Ik denk dat het best een goed alternatief is. In plaats van je fiets te wassen. Het voorkomt eigenlijk dat je dat water overal inkruipt. Het voorkomt ook dus dat je in de winterdag je fiets alles vastvriest, die foam. Het is multifunctioneel, hè? Ik zei het al in de video. Je kan bijvoorbeeld je helm er even mee schoonmaken. Of je schoenen die vies geworden zijn er mee schoonmaken zonder dat het allemaal clean en nat wordt. Dus ik denk dat het de moeite waard is om het eens te proberen. Nogmaals, ik ben eigenlijk benieuwd, hoe maak jij je fiets schoon? Heb je wel eens zo'n foam cleaner gebruikt of andere middeltjes? Was je je fiets gewoon? Laat het ons eens weten onder in de comments. En vond je deze video interessant? Overweeg dan eens om lid te worden van ons kanaal. En ook daarvan nogmaals vind je alles in de beschrijving van deze video.